Met stichtingen met zijn beeld leg ik lastige dingen begrijpelijk uit. Ik vind iets goed uitleggen niet hetzelfde als iets mededelen. In onze vorige video besprak ik de officiële adviezen voor mensen met MS over het nemen van een coronavaccin. En die adviezen van neurologen zijn op zich glashelder. Die zou ik kunnen voorlezen en zeggen, dat zeggen de deskundigen, dus zo is het. En daar is op zich absoluut niks mis mee. Maar met Stichting MS in Beeld ga ik altijd een stapje verder en leg ik de achtergrond ook uit. Ik vind namelijk zelf dat wanneer ik de waarom snap, ik dingen veel beter begrijp. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen met MS liever een kort filmpje of een beknopt artikeltje lezen. Daarom maak ik deze keer niet alleen dit uitgebreide filmpje, maar ook een korter filmpje en schrijven we een beknopt stukje. Laat me weten of je dit een goed idee vindt door deze video een duimpje omhoog te geven of door een bericht achter te laten onder deze video. In ons vorige filmpje vroeg ik me 3 dingen af over de adviezen van de neurologen. In deze video zal ik het hebben over de eerste vraag. Hoezo zijn de vaccins veilig voor ons? Normaal duurt het meer dan 10 jaar totdat de vaccin is ontwikkeld. Nu is dat hartstikke snel gegaan. Hoe kan dat? En is het dan wel veilig? En daarnaast, hoe zit het met bijwerkingen op de lange termijn? Zolang bestaat het vaccin nog helemaal niet. En wat voor ons natuurlijk heel belangrijk is, is hoe veilig is het voor mensen met MS? Daar is namelijk niet op getest. Ik begrijp heel goed dat mensen bang zijn dat we allemaal proefkonijnen zijn voor dit nieuwe vaccin. Hoe kan het dan dat deskundigen van over de hele wereld mensen met MS toch met klem aanraden het vaccin zo snel als mogelijk te nemen? Dat leg ik uit in deze video. Ik had nog nooit stilgestaan bij hoe een vaccin ontwikkeld wordt en hoe het op de markt komt. Toch vond ik het nemen van een vaccin voor een verre vakantie heel normaal. En ook dat lopen mijn kinderen netjes het vaccinatieschema van het RIVM. Nu het coronavirus ons allemaal bezighoudt en alles zo snel gaat, wil ik wel graag begrijpen waarom deskundigen vrij zeker weten dat het vaccin effectief en veilig is. Om dat goed te snappen is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe een vaccin normaliter op de markt komt. Een typisch overzicht zie je hier. Een vaccin wordt doorgaans onderzocht aan een onderzoeksinstituut, bijvoorbeeld een universiteit of een onderzoekslab van een farmaceut. Na een succesvolle eerste onderzoeksfase zijn een stel zogenoemde preklinische tests nodig. Daarin wordt met proefdieren onderzocht of de vaccinopties die de onderzoekers hebben gemaakt een juiste immuunrespons of een afweerreactie teweeg brengen en of er bijwerkingen optreden. Daarna worden de gevaccineerde proefdieren blootgesteld aan het virus en wordt er bestudeerd of het vaccin zijn werk doet. Na die preklinische onderzoeken volgen klinische studies, studies op mensen. Dat noemen ze ook wel de fasestudies. Die onderzoeksfase moet ieder medicijn of vaccin doorlopen voordat het kan worden goedgekeurd. De eerste studie, de fase 1 studie, wordt gedaan om te bepalen of het vaccin de juiste immuunreactie teweeg brengt, wat de optimale dosis is en natuurlijk of er geen nare bijwerkingen optreden. Zo'n fase 1 studie is slechts een kleine studie. Het gaat om enkele tientallen proefpersonen. Voor deze studie worden alleen mensen geselecteerd die volledig gezond zijn. Daarop volgt een fase 2 studie. Tijdens deze studie wordt er gekeken of het vaccin voor iedereen effectief is bij de dosis die in fase 1 bepaald is. En natuurlijk wordt er ook weer gekeken of er bijwerkingen zijn. Het gaat hier doorgaans om enkele honderden mensen.
Het is heel belangrijk om te weten dat de groep proefpersonen in deze fase 2-studie een weerspiegeling is van de uiteindelijke doelgroep van het vaccin. Dus dikke mensen, dunne mensen, oude mensen, jonge mensen, nou, boven de 18, donkere mensen, witte mensen, gezonde mensen, maar ook sommigen met onderliggende ziektes. De laatste en misschien wel de belangrijkste studie voor een medicijn toegelaten kan worden op de markt is de fase 3-studie. Hierin wordt het vaccin op duizenden mensen getest. Alle dingen worden bekeken die eerder ook in de fase 2-studie bekeken werden. Het doel is om heel nauwkeurig in kaart te brengen wat de effectiviteit is. Dus hoe goed werkt het vaccin en hoe veilig het is. Dus welke bijwerkingen treden erop en hoe vaak. Ook deze keer is de groep proefpersonen weer een weerspiegeling van de doelgroep van het vaccin. Die laatste studies, de fase 2 en 3 studies, zijn zogenoemde blinde of dubbelblinde RCT's, Randomized Controlled Trials, of in het Nederlands gerandomiseerde onderzoeken met een controlegroep. Dat betekent dat de deelnemers random, willekeurig, worden toegewezen aan de groep die het echte vaccin krijgt of een groep die het placebo krijgt. Bij een blinde studie weet de patiënt tijdens het onderzoek niet of hij het echte vaccin of het nepvaccin heeft gehad. Bij een dubbelblind onderzoek weet ook de onderzoeker zelf dat niet. En daarmee wordt voorkomen dat mensen zich anders gaan gedragen als ze weten dat ze bijvoorbeeld een COVID-19 vaccin hebben gekregen. Misschien zouden ze dan minder afstand gaan houden of minder goed op de regels letten. En daardoor zouden de studies niet meer eerlijk zijn. Ze krijgen dan een bias. Ze zijn bevooroordeeld. Tijdens het duur van de studies worden zowel bijwerkingen als de effectiviteit bij alle deelnemers gemeten. En pas na afloop van zo'n studie wordt bekendgemaakt of mensen het echte vaccin hebben gehad of niet. En daarna kunnen bijwerkingen uit beide groepen worden vergeleken en kan de effectiviteit worden berekend. Normaliter worden deze fasestudies na elkaar doorlopen en daarna nauwkeurig bekeken door de goedkeuringsinstanties. In Europa is dat het EMA, het Europese Geneesmiddelenbureau, en in Amerika is dat de FDA, de Food and Drug Administration. Het Nederlandse CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, beoordeelt na de EMA-goedkeuring of zo'n vaccin ook bij ons op de markt mag komen. Normaliter wordt er na goedkeuring gestart met het maken van het vaccin en komt de distributie langzaam op gang. Als het vaccin eenmaal op de markt verschenen is, worden een boel dingen nog steeds goed in de gaten gehouden. Bijwerkingen worden bijgehouden en eventueel later aan de bijsluiter toegevoegd. In het ergste geval kan zelfs besloten worden het vaccin direct van de markt te halen. Ook worden er nog meer wetenschappelijke studies uitgevoerd en wordt er over de bevindingen gepubliceerd en gediscussieerd. Dat alles wordt ook wel de fase 4-studie genoemd. Het bijhouden van de vaccin-gerelateerde bijwerkingen gaat door zolang het vaccin op de markt is. Oké, dus zo ziet zo'n vaccintijdlijn er dus normaal uit. Maar nu is het anders. We zijn net iets meer dan een jaar verder dan de eerste melding uit Wuhan en nu zijn er al meer dan 160 miljoen mensen geïnjecteerd met de coronavaccin. Hoe kan dat en is dat wel veilig? Ik heb daar veel over gelezen, geluisterd, gekeken en ik heb erover gesproken met experts. Wat ik geleerd heb, vond ik waanzinnig interessant. Het heeft me niet alleen meer begrip gegeven over hoe zo'n vaccin zo snel ontwikkeld kon worden, maar ik snap nu ook beter waarom ze toch heel zeker kunnen zijn van de veiligheid van de nieuwe vaccins. De eerste keer dat ik compleet versteld stond was na het horen van een podcastinterview van de CNN met Dan Baruch, professor en leider van de onderzoeksgroep die betrokken is bij de ontwikkeling van het vaccin van Johnson & Johnson.
In die podcast vertelde dokter Baruch dat zijn groep vorig jaar op 10 januari een retraite, zeg maar een groepsbijeenkomst had. En na de presentaties van die dag hadden ze het met z'n allen over een mysterieuze uitbraak van een soort virale longontsteking die 41 mensen in Wuhan besmet had. Het deed hem toen denken aan de SARS-uitbraak van 2002. Een vaccin leek wellicht nodig te zijn, maar op dat moment konden ze er niks aan doen. Dat veranderde diezelfde nacht nog. Om 9:41 s'avonds ontving dokter Baruch een kort e-mailtje die verwees naar een tweet van Chinese onderzoekers die het genoom, zeg maar de volledige code van het nieuwe coronavirus, publiek maakten. Met die code konden onderzoekers van het lab aan het werk. Ze werkten die vrijdagnacht, zaterdag en zondag zo hard dat ze op maandag een goed idee hadden hoe ze een potentieel vaccin zouden kunnen ontwikkelen. Dus na één weekend flink hard werken waren ze in staat om een bruikbaar prototype van een vaccin te bedenken. Natuurlijk hoeven ze niet vanaf nul te beginnen. Al meer dan 20 jaar lang was dokter Baruch bezig om een soort draaiboek te maken hoe een dergelijk vaccin ontwikkeld moest worden. Ze hadden een platform om zo'n vaccin te maken. Op zo'nzelfde manier startte Duitse BioNTech met het ontwikkelen van hun vaccin. Ze waren al jaren hun mRNA-techniek aan het verfijnen voor de behandeling van zeldzame ziektes, kankers en het maken van vaccins. Heel vergelijkbaar met BioNTech is Moderna, een bedrijf dat net als BioNTech opgericht was om het mRNA te gebruiken voor allerlei ziektes en vaccins. Ook zij konden heel gemakkelijk hun technieken, hun platform gebruiken om een coronavaccin te maken. Een behoorlijk deel van de snelheid kan dus verklaard worden door de staat van de wetenschap. Het is waanzinnig wat er tegenwoordig technisch gezien allemaal mogelijk is. Als we nu op de vaccintracker kijken, dan zien we dat er 244 verschillende COVID-19 vaccins in ontwikkeling zijn. Die zullen lang niet allemaal succesvol zijn, maar toch, wauw. Geld speelt ook een enorm versnellende rol in de vaccinontwikkeling. Er zijn miljarden gegeven aan onderzoekers en ontwikkelaars om zo snel mogelijk te kunnen werken. Ondanks de grote kans dat onderzoek tot niks kan leiden, of dat experimenten voor een groot deel mislukken, of dat klinische studies niet succesvol zijn. Maar door al dat geld kunnen de onderzoekers meer mensen aannemen, experimenten betalen, proefdieren aanschaffen enzovoort. De experimenten kunnen met die haast onbeperkte middelen naast elkaar worden gedaan, zonder dat de onderzoekers eerst hoeven af te wachten of iets wel of niet werkt. Dat levert enorme snelheidswinst op. Het levert ook veel verspilling op, maar de wil om te investeren in een mogelijke oplossing is er. Geschat wordt namelijk dat de coronapandemie de wereld op dit moment namelijk meer dan 400 miljard euro per maand kost. Een bijzonder orgaan waar ik nog niet vanaf wist is CEPI. Dat is in 2017 opgericht om zo efficiënt mogelijk te kunnen optreden bij een pandemie zoals deze. In 2017 bestond COVID-19 nog niet. Maar toch was men al bang dat er een uitbraak kon komen van een infectieziekte, toen nog Disease X genoemd. CEPI zorgt ook voor een enorme snelheidswinst. Ze verbinden namelijk partijen, ze delen geld uit dat ze van overheden, fondsen, privégiften hebben gekregen, ze helpen bij het coördineren van de distributie, enzovoort. Snelheid is natuurlijk belangrijk nu, maar de veiligheid van zo'n vaccin is dat nog veel meer. De klinische studies verkorten zonder in te leveren op de veiligheid is niet gemakkelijk. Toch zijn er een paar dingen gedaan die ook dat proces hebben verkort. Omdat er geen bochten afgesneden konden worden bij de studies,
heeft het EMA besloten om niet pas nadat al die studies afgelopen zijn alle resultaten te bekijken en daarna eventueel aanvullende onderzoeken aan te vragen, maar om dit te doen terwijl de studies al bezig waren. Dat noemen ze een rolling review. Je moet je voorstellen dat wanneer bijvoorbeeld de fase 1 studie loopt, alle papieren over de ontwikkeling, het onderzoek en de preklinische testen alvast bekeken kunnen worden. Terwijl de fase 2 studie loopt, kan grondig naar de fase 1 studie worden gekeken, enzovoort. Dit heeft als voordeel dat het uiteindelijke beoordelen van de gegevens sneller gaat, maar ook heel belangrijk, de beoordelaars kijken al vroeg of alles dat voor de goedkeuring belangrijk is, grondig wordt getest. Als dat niet zo is, dan kunnen studies heel snel worden bijgesteld. Wat ook is gebeurd, is dat de fase 2 en fase 3 studies zijn uitgevoerd op heel veel proefpersonen. Veel meer dan normaal. Omdat zo'n studie pas afgesloten kan worden als een bepaalde hoeveelheid proefpersonen het coronavirus hebben opgelopen, heeft die grote groep zeker geholpen. Het mooie is dat de veiligheid van het vaccin dus ook getest is op een veel grotere groep dan normaal. Die veiligheid die kun je natuurlijk ook testen bij mensen die het vaccin hebben gehad, maar uiteindelijk het coronavirus niet hebben gekregen. Als je eenmaal het goede vaccinrecept hebt en je vaccin is bewezen effectief, de bijwerkingen zijn acceptabel en het heeft goedkeuring, dan duurt het meestal nog hartstikke lang om een heleboel van die vaccins te maken. Bij een normaal vaccin starten ze de fabricage pas als het vaccin helemaal is goedgekeurd. Maar in dit geval is er ontzettend veel geld geïnvesteerd om alvast voor die goedkeuring te starten met de fabricage van de vaccins. Met het risico dat vaccins die niet succesvol zijn weggegooid kunnen worden. Maar met de hoop dat de fabricage alvast een voorsprong heeft als het vaccin eenmaal is goedgekeurd. Ik heb hier voor de fabricage een half doorzichtig blokje staan. Want er zijn namelijk nog veel meer dingen die er gemaakt moeten worden dan alleen het vaccin, de vloeistof zelf. Denk maar eens aan die flesjes, de ampullen waar het in moet komen. Daar heb je enorm veel speciaal glas voor nodig. Ook al dat speciale glas moet gemaakt worden en daarvoor heb je weer bepaalde grondstoffen nodig. Daarnaast heb je ontelbaar veel vaccinatienaalden nodig, maar ook droog ijs, vrieskassen en nog veel meer. Daar is allemaal mee begonnen voordat er ook maar één vaccin gefabriceerd werd. Ook de distributie kon grondig worden voorbereid. Vooral voor de mRNA-vaccins die bij min 70 of min 80 graden bewaard moeten worden. Ook voor de distributie geldt. Dus zo kan het dat het vaccin nu al in de bovenarm zit van meer dan 160 miljoen mensen, zonder dat er bochten zijn afgesneden. Nu zijn er nog twee vragen over waar ik mee zat over de veiligheid. De eerste vraag gaat over de bijwerkingen op de lange termijn. De tweede over de veiligheid van het vaccin bij mensen met MS. Vaccins die zijn pas net gemaakt, dus hoe kunnen we ons geen zorgen maken over bijwerkingen op de lange termijn? De klinische fase 2 en fase 3 studies liepen maar 2 maanden. En toch besloten de FDA en het EMA dat de kans op lange termijn risico's verwaarloosbaar is. Hoe zit dat? Een vaccin is anders dan een medicijn dat continu wordt gebruikt. Dat ingespoten mRNA of DNA uit vaccins valt heel snel uit elkaar. Het deelt zich niet, dus de hoeveelheid is beperkt. Het is wat ingespoten wordt in je arm en niet meer. En dat is heel anders dan bij een echte virusinfectie. Binnen de kortste keren zitten er dan tientallen miljoenen virusdeeltjes in je lijf. Zelfs wanneer je niet echt last hebt van de infectie en dus asymptomatisch bent. Deskundigen kunnen geen reden bedenken en vinden het vrijwel onmogelijk dat er bijwerkingen optreden na een aantal weken die zich niet al eerder hebben geuit.
Daarom hebben de FDA en het EMA na het bestuderen van voorgaande vaccinstudies besloten dat het voldoende is dat de studiesdeelnemers tenminste 2 maanden hebben gevolgd. Ze zijn er vrij zeker van dat er daarmee een goed beeld is ontstaan van de bijwerkingen, ook de zeldzame. Hoewel de vaccins getest zijn op tienduizenden proefpersonen, zijn zeer zeldzame bijwerkingen die zich niet hebben voorgedaan in de studies niet uit te sluiten. Daarom wordt er ook na goedkeuring mogelijke bijwerkingen van het vaccin goed in de gaten gehouden. In Nederland wordt dat bijgehouden door LAREP. Europa heeft hier zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem voor opgezet. Zo kan er heel snel ingegrepen worden als dat nodig is. Er zijn trouwens inmiddels al meer dan 160 miljoen vaccinaties tegen het coronavirus gegeven en gelukkig vallen de gemelde bijwerkingen erg mee. Ze vallen in het niet bij het risico dat een coronavirusinfectie zelf met zich meebrengt. Ik denk maar zo, stel dat je 160 miljoen mensen een gratis zakje tijgernootjes had gegeven, dan was de hoeveelheid gemelde bijwerkingen echt veel en veel groter geweest. En dat ligt niet aan duivels. De logische volgende vraag over de veiligheid is natuurlijk, hoe zit het dan voor mensen met MS? Daar is het niet op getest namelijk. Het klopt dat het niet specifiek getest is op mensen met MS. Maar ik vertelde net dat in die fase 2 en fase 3 studies het vaccin getest wordt op een groep mensen die een afspiegeling vormt van de doelgroep van het vaccin. Daarom zijn mensen met MS ook niet uitgesloten van die studies. Als we kijken naar de vaccins die inmiddels zo goed zijn gekeurd, dan zijn die getest op zo'n 90.000 proefpersonen. Heel erg conservatief zou je kunnen zeggen dat 1 op de 3000 mensen in de wereld MS heeft. Dat aantal is waarschijnlijk veel groter, zeker in de landen die meededen aan de studies en zeker boven de 18. Maar stel, 1 op de 3000, dat betekent dan dat al zeker 30 mensen met MS in de studies hebben meegedaan. En hoewel de farmaceuten geen specifieke resultaten gegeven hebben over mensen met MS, weten we dat er zich geen hele rare dingen hebben voorgedaan in die studies. Vaccinstudies uit het verleden laten ook zien dat er geen verband lijkt te zijn tussen het krijgen van een vaccinatie en een MS-terugval. Zeker omdat het hier niet gaat om een levend vaccin, lijkt er geen reden te zijn om te denken dat het vaccin slecht zou zijn voor mensen met MS. Wat trouwens wel kan gebeuren is een zogenoemde pseudoshoep. Dat betekent dat je naast een vaccinatie tijdelijk meer last zou kunnen hebben van je MS-klachten. Dat komt omdat je lijf druk bezig is om een immuunreactie te maken op het vaccin. En dat hoort zo. Daar kun je zelfs een beetje koorts van krijgen. Dat is hartstikke normaal, maar ik ken van mezelf, als ik koorts krijg of ik een beetje ziekjes ben, dan worden mijn MS-symptomen tijdelijk vervelender. Gelukkig gaat dat vanzelf weer over en laat het geen blijvende schade achter. Dat noemen ze een pseudoshoep. Een infectie met het coronavirus zelf kan veel slechter aflopen. Je immuunsysteem kan overreageren omdat je lichaam overspoeld wordt met virussen die zich razendsnel delen. Dat kan hartstikke gevaarlijk zijn en zelfs dodelijk. Maar ook zijn er een paar gevallen bekend dat zo'n overactief immuunsysteem wel in een MS-terugval kan uitlokken. Het is dus belangrijk om je te beseffen dat het nemen van een vaccin dat een gecontroleerde immuunreactie uitlokt, heel veel veiliger is dan een COVID-19 infectie zelf. Een tijdje geleden toen mensen tegen die coronamaatregelen aan het rellen waren in Nederland, stelde ik de vraag of jullie ook zo toe waren aan goed nieuws. En ik ben blij dat ik jullie dat na dit hele lange verhaal kan geven. 1. De wetenschap is zo ver gevorderd dat onderzoekers binnen een paar maanden bruikbare vaccins konden ontwikkelen.
heel veel landen, liefdadigheidsorganisaties, bedrijven en mensen privé hebben enorm veel geld gegeven, zodat die vaccins razendsnel konden worden ontwikkeld, getest, gefabriceerd en gedistribueerd. Wetenschappers, farmaceuten, overheidsinstanties en organisaties werken over het algemeen allemaal goed samen om ons zo snel mogelijk te helpen. Er zijn geen bochten afgesneden bij de effectiviteits- en veiligheidsstudies. Ondanks de snelheid is alles heel nauwkeurig onderzocht. De vaccins zijn veilig en waanzinnig effectief. Daarbij zijn ze ook nog eens redelijk gemakkelijk aan te passen, mocht dat nodig zijn wanneer het virus te veel muteert. Deskundigen zijn vrijwel zeker dat we ons geen enkele zorgen hoeven te maken voor lange termijn bijwerkingen. Ook wij als MS-patiënten hebben geen reden om bezorgd te zijn dat het vaccin voor ons schadelijk zou zijn. Als bonuspositief bericht, die nieuwe technieken die nu gebruikt zijn voor het maken van een coronavaccin, kunnen ook gebruikt worden bij de behandeling van enorm veel verschillende ziektes. Misschien dat ze zelfs ooit voor MS gebruikt kunnen gaan worden. Ik ben in ieder geval een heel stuk optimistischer over 2021. Maar er zijn nog twee andere vragen die ik met jullie wilde bespreken. Namelijk de adviezen van de MSIF en de MS-werkgroep van de NWM gaan over de mRNA-vaccins. En volgens het schema van het RIVM gaan wij misschien een ander type vaccin krijgen. Is dat dan nogal veilig? En hoe zit het met de effectiviteit? Werken die vaccins wel goed wanneer je MS-medicijnen gebruikt? Die twee vragen onderzoek ik nu en beantwoord ik in volgende filmpjes. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar dit lange filmpje. Hopelijk heb je net zoveel van geleerd als ik tijdens het voorbereiden ervan. Heb je onze andere achtergrondfilmpjes nog niet gezien en wil je meer weten over hoe de coronavaccins werken of hoe het virus muteert? Kijk dan ook eens naar onze andere filmpjes. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!